Ja. Ik ga het niet hebben over trekkers, of over akkerbouwgewassen, of over NIR-sensoren, of noem het allemaal maar op. Ik ga het hebben over... Ik ga het hebben... Zo beter? Ja, zo beter. Ik ga het hebben over koeien, want koeien, dat is mijn hobby. Ja, ik ben dus Wim Bos. Ik ben melkveehouder in Zuidbroek. Ik denk dat de meesten wel weten waar dat ligt. Rij richting Duitsland, zie je Van der Valk. En nou ja, daar kijk ik zo'n beetje op uit. Dit is mijn favoriete poosje in de stal. Kijken naar de koeien en kijken naar mijn scherm. Dat doen wij nou sinds 2 jaar. Ik zal er later in de presentatie even op terugkomen. Maar dat is een heel mooi systeem om onze koeien te volgen. Wat ga ik jullie vertellen? Ik ga eerst eventjes kort in op wie ik ben, wie wij zijn en wat we doen. Vervolgens ga ik heel saai aan jullie allemaal foto's laten zien wat wij geautomatiseerd hebben op het bedrijf. Ja, dat zijn allemaal vrij kleine dingetjes, maar bij elkaar opgeteld maakt het ons leven als melkveehouder wel een stuk gemakkelijker. Daarna ga ik eventjes echt inzoomen op de CowView. Dat is het systeem op de telefoon waarmee wij ons het gedrag van de koeien in de gaten kunnen houden. En tot slot kom ik nog met een aantal nadelen van alle automatisering. Wat jullie in de presentaties van Detmer en Dirk ook wel hebben kunnen horen, is dat er nog veel te verbeteren valt. Dat is hier ook zo. Goed, wie zijn wij? Ik ben Wim, dat zei ik net al. Ik ben getrouwd, 3 kinderen. Ik zit in maatschap met mijn vader. Dat is in de landbouw is dat nog een hele normale juridische vorm. Met z'n tweeën doen wij het werk ook. Wij hebben 240 melkkoeien, 120 hectare grond bewerken wij. Dus wij verbouwen wel gewassen, gras en mais. En alles staat in dienst voor de veevoeding. Dus geen aardappelen, geen bieten, geen tarwe. Het meeste landwerk doen wij ook allemaal zelf. En al het werk bij ons op de boerderij wordt rondgezet met 2,2 vak. Ja, vak, dat is een volwaardige arbeidskracht. Ja, dat lijkt veel, maar dat is niet veel. Je moet je voorstellen dat gemiddeld in de wereld er 40 tot 45 koeien per vak normaal is. Dus wij doen bijna 3 keer zoveel koeien per persoon als wat gemiddeld is. Gemiddeld in Nederland is een bedrijf ook 100 koeien. Dus nou ja, wij zijn ook met z'n tweeën, dus ik doe dat keer 2. Dus we zijn wel ruim het gemiddelde, maar qua efficiëntie doen we wel heel erg leuk mee in de top. Dat is ook een bewuste keuze geweest. En dat is ook een bewuste keuze geweest waarom wij die automatisering hebben ingevoerd. Dit is ons bedrijf. Nou ja, hier woon ik voor aan het huis. De eerste stal staat het melkvee in en de kleinste kalfjes. Die hebben we in 2003 gebouwd. De stal daarachter hebben we in 2011 gebouwd. Daar staat het jongvee in. Je moet zo zien, een kalfje wordt geboren. Duurt eerst 2 jaar voordat hij groot genoeg is om een kalfje te krijgen en vervolgens melk te geven. Kijk, een aardappel stop je in april in de grond en in oktober haal je hem eruit. Dat gaat iets sneller. Bij ons duurt 2 jaar voordat we kunnen gaan oogsten. Maar goed, die dieren zitten in de achterste stal. In die achterste stal zitten ook de droge koeien. Er is een bepaalde periode van het jaar, of van de lactatie van een koe, waarin een koe niet gemolken wordt. Dat is de zwangerschapsverlofperiode, om het zo maar even te noemen. Dus 6 weken voordat een koe een kalfje krijgt, zetten we haar spreekwoordelijk droog. Dan geeft ze geen melk meer en kan ze alle energie steken in het nieuwe kalf. Dus die staan in de achterste stal. Wat is onze filosofie op het bedrijf? Zoveel mogelijk melk produceren op een economische manier met zo min mogelijk arbeid. Het is niet dat we te beroerd zijn om te werken, maar we willen wel zo efficiënt de uren die we hebben zo efficiënt mogelijk inzetten en daar dan ook zoveel mogelijk uithalen. Dit houdt eigenlijk bij ons op het bedrijf in dat alle dagelijkse werkzaamheden die wij hebben, dus dat houdt in koeien melken, koeien voeren, koeien verzorgen, een bevalling, een inseminatie, een behandeling, noem het allemaal maar op, moet door 1 persoon gedaan kunnen worden. Dat is onze denklijn. Dus als er 1 wegvalt, gaat 1 op vakantie, dan moet de ander gewoon de normale, excessen buiten beschouwing gelaten, de normale dagelijkse werkzaamheden kunnen doen. En in de toekomst dus, wanneer mijn vader, die gaat een keer minder werken, wil ik dat met 1 of 2 medewerkers ook in dagdienst kunnen doen. Je moet je voorstellen, melken gebeurt altijd 's ochtends en 's avonds buiten kantooruren. Dus er is eigenlijk niemand in deze hele wereld die dat werk van mij over wil nemen, mits je die of goed betaalt, of alleen maar 's ochtends het laat doen, of 's avonds het laat doen. Of je gaat het zelf doen, maar dan heb je geen sociaal leven meer. Dus het is een keuze geweest om te zeggen, van, nou, we willen overdag willen we de uren zo efficiënt mogelijk inrichten. Met andere woorden, je bedrijf ontwikkelt. En in mijn geval, mijn gezin ontwikkelt ook. Mijn kinderen zijn 1, 3 en 5. Dus daar wil ik ook nog wel wat energie in steken. Dus 's avonds en 's ochtends, wanneer het spitsuur is in huis, hoef ik niet met het spitsuur op het bedrijf te zijn.
Dus dat is een beetje de filosofie. Dus waarom die automatisering? De eerste is, de kosten zijn lager dan een medewerker. Nou kan iedereen naar zichzelf toerekenen of van zichzelf afrekenen. Wij hebben het zo gecalculeerd dat de investering in automatisering voor ons goedkoper is dan een medewerker. Want die automatisering die heeft geen vrije dagen. Die heeft geen vakantie. Die heeft ook geen vrouw waarmee die op stap moet. Dus dat scheelt ook al een heel stuk. Heeft ook bijna nooit hoofdpijn. Automatisering gaat wel eens stuk. Dus dat scharen we maar onder hoofdpijn. Maar dat gebeurt niet zo vaak, gelukkig. In de melkveehouderij is één medewerker geen medewerker. Want als één medewerker weg is, dan moet je het alsnog allemaal zelf doen. En de bedrijven, ja, wat ik zeg, het loopt van 5 tot 10. En soms 's nachts ook wel. Dus ja, je kunt je voorstellen dat je in je eentje dan op een gegeven moment spaak loopt. Of je moet echt die schaalvergrotingsslag maken dat je met meerdere personen gaat werken. Dat je ook in diensten kunt gaan draaien. Dat is een keuze, maar dat doen wij niet. Je ziet veel mensen bij ons in de sector die gaan dan wel met Polen werken of met waarjongeren. Nou, ik ben er niet geschikt voor. Ken jezelf. Ik wil dat niet. Maar de voornaamste keuze, dus waarom wij hebben gekozen voor die automatisering, is arbeidsbesparing ten opzichte van de default situation, de nullijn. Besparen wij nou 5 werkuren per dag met 40 koeien meer. Dus dat scheelt nogal. En een stuk flexibiliteit. Wat ik al zei, ik kan 's ochtends mijn kinderen naar school brengen en 's avonds op bed brengen zonder dat ik in die melkput fysiek hoef te staan. Want de processen gaan gewoon door. Goed, wat hebben wij dan allemaal geautomatiseerd? De grootste robot is de melkrobot. Jullie zien hier een automatisch melksysteem van het merk Gea. Dat is het zogenaamde multibox systeem. Dat houdt in, er zijn in ons geval 5 melkplekken met een gedeelde aansluitarm. Dus de koeien kunnen op 5 plekken op ieder moment van de dag gemolken worden. En er is 1 arm die er op een rails bij langs rijdt, die de koeien aansluit. Iedere melkplek verzorgt vervolgens de speenstimulatie, het schoonmaken van de speen, het controleren van de melk, het afhalen, noem het allemaal maar op. Maar er is maar 1 aansluitsysteem. Dat werkt met een 3D-camera. De camera die haakt in op het melkrek, draait vervolgens onder de koe, ziet de spenen en sluit ze vervolgens aan. Ja, ik heb daar geen filmpje van, dat was misschien wel handig geweest, maar het werkt. Ja. Je hebt ook andere systemen. Dat heeft allemaal te maken met patenten. Kijk, wij hebben het merk Gea, die werkt met een 3D-camera. Als je bijvoorbeeld de Laval hebt, die werkt met lasertechniek en camera's. Als je Lely hebt, die werkt ook met lasertechniek. En nou ja, alles is beschermd, dus Gea heeft op een gegeven moment gekozen om een andere partij, ProLion, over te nemen. En die had al deze techniek. En die hebben ze ook alleen maar overgenomen om deze techniek, omdat ze dan anders geen techniek hadden om die spenen te vinden. Het spenen vinden is ook het allergrootste probleem bij een koe. Niet het spenen vinden aan zich, maar wel dat het een koe is. En iedere koe is weer anders. En het is niet alleen dat die anders qua vorm is, maar iedere koe beweegt ook. Dus op het moment dat die koe in die box staat en die beweegt een beetje, en die robot die staat stil en die schiet dan die melkbeker omhoog, ja, daar zit hij ernaast. Dus het systeem moet zo accuraat zijn dat op het moment dat die koe, ook al beweegt hij een beetje, dat hij hem wel aansluit. Nou, daar hebben ze, ik denk, 40 jaar over gedaan om dat zo te ver te krijgen zoals dat het nu is. Want mijn vader was als kleine jongen al bij de Weibelhoeve, dat was toen een proefboerderij geweest, waar de eerste melkrobot draaide. Nou, het is lang geleden dat mijn vader een kleine jongen was. Dus ja, zo lang zijn ze er al mee bezig. En die techniek gaat ook steeds door en wordt ook steeds beter. Laten we dat even voorop stellen. Bij de melkrobot hebben we dan een voorselectie en een naselectie. Dat houdt in dat de koeien, de voorselectiepoorten staan net niet op deze foto, maar die zitten, waar is het lampje? Oh ja, die zit aan deze kant. Dus de koe die komt door een poortje heen, die wordt herkend en de robot zegt: hey, jij bent koe nummer 1, jij bent een uur geleden al geweest, je mag er nu niet in. Je blijft in de stal. Nou, dan blijft die koe ook in de stal. Vervolgens komt koe nummer 2 en die zegt: oh, koe nummer 2, jij bent 8 uur geleden geweest, je hebt toestemming. Dus dan kom je hier zo in de wachtruimte, nou, waar deze 2 koeien staan. Ik moet even wennen aan een lampje. En dan zijn er aan deze kant zijn er 5 plekken waar de koeien in de robot kunnen. 5 boxen, 5 ingangen. Maar er is maar 1 gang uit. Dus het zogenaamde guided exit systeem. Dus de koeien die lopen door deze gang, hier door een naselectie. Dus daar wordt de koe opnieuw herkend.
Mocht de melking om wat voor reden dan ook mislukt zijn, gaat de koe hup, weer terug de vangruimte in. Probeert de robot het nog een keer. Mocht ik wat met de koe willen doen, een behandeling, dan geef ik dat in de computer. Dan selecteert hij hem de andere kant op, naar de selectieruimte. En normaal gesproken loopt de koe rechtdoor de stal weer in en kan hij zijn ding weer gaan doen. Dat ziet er op de tekening ongeveer zo uit. Dat groene is de melkrobot met 5 boksen. Dit zijn de voorselectiepoorten met een wachtwisselruimte. 5 ingangen, een gang erbij langs. Rechtdoor de stal weer in. Naar links weer terug naar de wisselruimte. En naar rechts naar mijn separatieruimte waar ik koeien kan behandelen. En hierachter is het gewoon rust voor de koeien. Om alles te bedienen en alles bij te houden hebben we een aantal apps. Wij doen veel op de telefoon. Dat is ideaal, want dan kun je direct behandelingen invoeren. Dus mocht er onverwachts controle komen, dan staat het er ook allemaal in. Eerder werkte je met een agenda en dan moest je altijd dat in de agenda schrijven. En dat vergat je wel eens. En dan was je administratie weer niet sluitend. En dat kost een hoop stress en een hoop ellende. Nou hebben wij eigenlijk 3 apps waar wij mee werken. De eerste app, de meeste rechtse voor jullie, is de management app. Elke behandeling kunnen we daarin opslaan. We kunnen ook alle gegevens van de koeien daarin oproepen. Dus als ik door de stal heen loop en denk van verrek, koe nummer 2, hoe lang is hij in lactatie? Wat zijn zijn prestaties? Noem het allemaal maar op. Wie zijn zijn dochters en wie is zijn moeder? Dan kan ik dat allemaal op mijn telefoon opzoeken. De tweede app is de Cowview app. Kom ik zo meteen op terug. En de derde app is eigenlijk voor mijn vader en niet voor mij. Want dat is het analysesysteem van de melkrobot. En ik woon op het bedrijf, dus ik ga gewoon naar de robot toe om te kijken hoe die draait. En mijn vader die kan op afstand dus ook zien wat de prestaties van de robot zijn. Dit is een ander soort robot. Dit is een voer-aanschuifrobot. Je moet zo zien, wij voeren de koeien 1 keer per dag. Daar hebben we een grote voermachine voor, een soort blender is dat. Daar gooien we al het voer in, het hele dieet wat we die koe willen geven. Dus gras, mais, tarwe, aardappelvezels, mineralenmengsels, noem het allemaal maar op. Wat wij bedenken, wat die koe nodig heeft, gooien we daarin. Die mengt dat door elkaar heen. Dat brengen we 1 keer per dag voor de koeien. En de rest van de dag zorgt dit apparaat ervoor dat die steeds een beetje opgeschoven wordt. Dus dat alle koeien op ieder moment van de dag hetzelfde voer kunnen krijgen en in voldoende mate beschikbaar. Waarom willen we dat? Koeien hebben een hiërarchie. Dus je hebt ranghoge koeien en ranglage koeien. De ranghoge koeien hebben eigenlijk altijd toegang tot voer. Want die zijn gewoon te sterk, die drukken iedereen weg. Maar we willen juist ook dat die ranglagere koeien ook voldoende mogelijkheid hebben om voldoende voeding tot zich te geven. Want iedere kilogram droge stof aan voer die wij in die koe krijgen, komt er ook weer melk uit. En melk verkopen wij, ja, en daar betalen wij de rekeningen van. Dus ons is er alles aan gelegen dat die koeien altijd voldoende toegang hebben tot voer. Dus dit apparaat, wij voeren 's ochtends tussen 9:30 en 9:30. Dan staat hij de eerste uren, doet hij niks, want dan ligt er nog genoeg voor. En dan vanaf 1:30 's middags, iedere 3 uur maakt hij een rondje en schuift hij steeds 5 centimeter verderop. Een andere robot is de mestrobot. De koeien die lopen bij ons niet meer buiten. Dat is een bewuste keuze geweest, omdat wij koeien zijn echt gewoontedieren. Die hebben het liefst een heel saai leven. Alle dagen hetzelfde. Alle dagen liggen ze liefst in dezelfde box, eten ze hetzelfde en lopen ze hetzelfde rondje. Wij kwamen er ook achter dat onze veestapel te groot werd om ze efficiënt te kunnen weiden. En om onze verliezen zoveel mogelijk te beperken, ja, wij zijn gewoon een economisch bedrijf, hebben wij ervoor voor gekozen om de koeien binnen te houden. Dat houdt wel in dat wij binnen het klimaat zo moeten hebben dat die koe het ook gewoon goed heeft. Want als wij niet goed voor onze koeien zorgen, ja, dan zorgen onze koeien ook niet voor ons. Dus we hebben ervoor gezorgd dat de koeien goede lichtbedden hebben, dat het klimaat goed is, en maar ook dat de looplijnen schoon zijn. Nou, daarvoor hebben wij deze mestrobot. Die schuift 4 keer per dag, schuift hij de hele stal aan. Alle looppaden waar de koeien lopen, rijdt hij langs. Er zit ook een sproeiinstallatie op. Dus als het zomers warmer weer is en de vloeren drogen op, dan sproeit hij ze eerst nat. Want droge vloeren worden glad. En daar houden koeien ook niet van. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor een sproeiinstallatie. Een volgend iets is een kalverdrinkstation. Kalfjes worden geboren. Die krijgen eerst de biestmelk van de koe. En daarna gaan wij vrij snel over op kunstmelk. En we willen graag weten dat de kalveren allemaal voldoende drinken. En dat ze ook allemaal dezelfde hoeveelheid krijgen op de juiste temperatuur en de juiste mengverhouding. Nou, daarvoor hebben wij een apparaat. Als kalfje die... Oh,
die krijgt al een sensor om zijn nek. Daarmee kan hij hier in dit boxje, wordt hij herkend. Dan zegt hij, oké, jij bent kalfje nummer 1, jij krijgt nog wat melk. Dat apparaat hiernaast, daar zit bovenin poeder en onderin zit een kraan en een boilertje met warm water. En die zegt, oké, jij krijgt nog een liter melk en dan maakt hij een liter melk aan. En dan kan het kalfje vervolgens opdrinken. Datzelfde geintje doen we ook met krachtvoer voor de koeien. De meeste krachtvoer krijgen de koeien in de melkrobot zelf. Maar als koeien meer melk produceren dan dat we als krachtvoer in een robot kunnen verstrekken. Daar zit een soort balans in, dat wordt een beetje een technisch verhaal. Maar dan krijgen ze dus extra brokken bij hier in het krachtvoerbox. Dus ook weer, hier hebben de koeien een sensor om hun nek. Daarmee worden ze dus herkend in de robot en bij de selectiepoorten. Maar ook in deze krachtvoerbox. En dan kunnen ze extra brokjes ophalen. Klauwverzorging is een van de belangrijkste dingen bij ons. Koeien moeten naar de robot lopen, die moeten zelf naar de robot lopen. Dus op het moment dat koeien last hebben, nou ja, als we zelf onze nagels niet knippen, dan krijgen we daar op een gegeven moment ook last van. Nou, zo moet je dat bij koeien ook zien. Dus we klauwverzorging, dat doen wij bijna dagelijks. Dus wij hebben daar twee dingen voor. Dat is een automatische voetenbak. Dat is dit apparaat. Die bak die zak naar beneden. Hierboven zit een waterreservoir. Die laat het waterreservoir daarin leeglopen. En hierachter staat ergens een jerrycan met middel om de klauwen gezond te houden. En dat pompt hij ook automatisch de juiste hoeveelheid daarbij in. Nou, schoonmaken doet hij ook zelf. En dit is dan een klauwverzorgingsbox. Nou ja, het is koe erin jagen en hij tilt hem bij wijze van spreken bijna zelf op. Dus dat is voor een stukje arbeidsgemak en verlichting zijn het mooie apparaten. Klimaatcontrole, nou ja, ventilatoren, kleden aan de zijkant van de stal. Dat werkt allemaal op temperatuur en windsnelheid en regen. Dus hoe warmer het wordt, hoe harder de ventilator gaat draaien. En hoe kouder het wordt, hoe verder het kleed omhoog gaat. Komen we bij het stukje CowView terecht. Dat is eigenlijk een project waar wij bij toeval in zijn gerold. Wij waren op een gegeven moment bezig om te kijken van hoe passen wij die robot in ons bedrijf. Want we hebben hiervoor hebben we gewoon traditioneel gemolken in een normale melkstal. En wij hadden voor in onze stal hadden we ruimte om die robot te plaatsen. Maar dat hield in dat wij alle koeien in één groep zouden krijgen. Dus uiteindelijk 240 koeien in één groep. Nou ja, je zoekt je hartstikke suf als je koe nummer 1 moet hebben. Want dus 's ochtends en 's avonds moet je altijd wel een paar koeien die zelf niet lopen of die je even wilt behandelen, die moet je even bij de robot geleiden. Dus wij zochten naar een systeem wat voor ons op de telefoon koeien kon zoeken en vinden in de stal. En dat was er niet. En dat hebben we bij een aantal fabrikanten neergelegd. En uiteindelijk kwam Gea, een Duitse fabrikant is dat, met CowView op de prop. Die zegt, nou, we hebben een systeem, dat is nog niet rijp voor commerciële doeleinden. Maar het is wel wat jullie zoeken. Dus hebben we gezegd, nou, zijn we overeengekomen. En we hebben gezegd, oké, wij stappen in het project en wij installeren dat. Wij investeren er ook in en we zijn nog steeds deelnemer in het project. We zijn nog steeds medeontwikkelaar, is een beetje een groot woord. Maar al onze wensen die geven wij door aan Gea en ik hoop dat ze daar wat mee doen. En veel hebben we al teruggezien, dus ze doen er ook wel wat mee. Maar het is een Duits bedrijf en die Duitsers zijn nogal stug. Maar langzaam maar zeker komt het van de vloer. Gea is op haar beurt weer onderdeel van het EU PLF project. Precision Livestock Farming. Dat is een breder Europees project waarin gekeken wordt hoe je nieuwe technieken in de dierhouderij kunt introduceren om het leven van de dieren en de ondernemers makkelijker te maken. Met als drie punten: het verbetert dierwelzijn, het verbetert de productie en het verbetert de efficiëntie. Nou, dat zijn allemaal wel punten natuurlijk die ons allemaal aanspreken. Bij varkens en kippen moet je daarbij denken aan hoestsensoren of bewegingssensoren om snel te kunnen detecteren wanneer er wat mis is in de stal of wanneer er ziektes komen. Maar wij hebben CowView. Toevallig hebben we vorige week het slotsymposium gehad in Brussel. En daar werd ook een handheld gepresenteerd, waarmee je op afstand, zeg maar, nou ja, ik heb hier zo deze sapper. Dus er was een man die stond zo naar varken te kijken en die zei, oké, dit varken weegt 150 kilo. Plus of min 2 kilo. Dat duurde wel 20 seconden per varken, dus dat moest nog wat sneller worden. Maar het systeem is er. Nou, dit is een antenne in de stal.
Daar hebben wij er in totaal 27 van. Want binnen 27 meter... Ja, dat is toevallig. 27, ja, 7. Want binnen 27 meter van een koe moet het signaal van de koe opgevangen worden door 3 antennes om de unieke driehoekplaatsbepaling van de koe te weten. Nou, het werkt hetzelfde als TomTom. 3 satellieten en je weet waar je bent. Alleen dit is in de stal, lokaal en op de centimeter nauwkeurig. Want we willen precies weten, is die koe in zijn box of staat hij ernaast? Steekt die koe net zijn kop door het voerhek of niet? Want hij houdt dus bij hoe lang die aan het voerhek staat en hoe vaak. Hij houdt bij hoe lang die in de box ligt en hoe vaak. Hij houdt bij hoe lang die op de paden staat, hoe vaak en wat voor afstand die heeft afgelegd. Als het systeem 10 dagen lang die koe gevolgd heeft, dan kent het systeem het individuele gedrag van die koe. En op het moment dat die koe daarvan gaat afwijken, dus hij krijgt een hogere afwijking, een hogere activiteit, dan is hij hoogstwaarschijnlijk tochtig. Bronstig, kun je hem insemineren. Als je een lagere activiteit krijgt, is hij hoogstwaarschijnlijk ziek. Het tweede is dus het zoeken en vinden van die koeien in de stal. Dit is mijn telefoon, dit is mijn hand, dit is ook in onze stal. Die bolletjes, dat zijn alle koeien. Er zijn ook kleuren aan de bolletjes. Een oranje koe, dat is een verse koe. Een lichtgroen bolletje, dat is een koe die is of nog niet drachtig of nog niet drachtig verklaard. En een donkergroen bolletje is drachtig verklaard. Nou, er zijn er nog meer bolletjes, daar zal ik jullie niet mee vervelen. Maar dan kun je dus in één oogopslag zien wanneer je door de stal heen loopt, welke koe wat is en waar de koeien zijn. Nou heb ik geselecteerd hier op het scherm voor alle koeien. Maar je kunt dus ook een selectie maken. Als ik dus ochtends een lijstje maak welke koeien ik wil behandelen, dan zeg ik nou koe nummer 6, nummer 100 en nummer 160 wil ik. Nou, en dan selecteer ik die 3 koeien en dan krijg ik dus maar 3 bolletjes op mijn scherm. Nou, dan weet ik precies waar ze zijn. Dan kan ik ze zo erheen lopen. Dit is een stukje activiteit. Iedere koe die heeft dus zijn eigen activiteit. Ik zal er straks nog een ander plaatje van laten zien. Maar dit is dus een koe die heeft een verhoogde activiteit. Dit is koe nummer 206. Die is hier 64 dagen days in milk. Dus 64 dagen geleden heeft hij een kalfje gekregen. Dat is ongeveer ook de tijd waarin wij beginnen met het opnieuw insemineren van koeien. En deze koe is tochtig. Dat houdt in, de eisprong is nabij. Dat houdt in, we moeten erbij zijn, want nu is hij vruchtbaar. Hier zie je wat die koe gedaan heeft. Die koe die heeft minder vaak in zijn bed gelegen, maar wel hetzelfde aantal keren. Die heeft langer gestaan en vaker gestaan. Die heeft langer gelopen, vaker gelopen en een grotere afstand afgelegd. Die heeft net zo vaak aan het voerhek gestaan en wel vaker. En hier zo zie je het in een grafiek. Dit is zijn nullijn, hier. Deze periode van 8 uur, 9 uur heeft hij een verhoogde activiteit gehad. De donkergroene balk is het optimale inseminatietijdstip. Dus ik kan deze nu, als ik deze koe nu insemineer, heb ik de grootste kans dat hij ook drachtig wordt. 5 minuten? Oké, nog 5 minuten. Dus hij geeft niet alleen aan dat de koe tochtig is, maar ook wanneer het inseminatietijdstip het beste is. Dit is zo'n voorbeeldje van het gedragsverandering. Dit zijn 2 koeien naast elkaar. De groene lijn is het normale gedrag van de individuele koe. En dit is het dus de groene lijn van een andere koe. Zo zie je ook dat alle koeien ook anders zijn. Deze koeien zijn allebei tochtig. Ze laten wel allebei een andere verandering van gedrag zien. Maar de algoritmes die hebben ze dus tochtig verklaard. Dat is dus op koeniveau. Je kunt ook op groepsniveau. Wat ik nu laat zien, dat is allemaal een beetje nog niet heel erg smoothie, zeg maar. Dat wordt allemaal nog mooier gemaakt. Daar zijn ze nu mee bezig. Maar dit is bijvoorbeeld op groepsniveau een uitslag van een test die wij gedaan hebben. We hebben een rantsoenverandering, een drastische rantsoensverandering gedaan. En ik heb tegen de mensen in Duitsland gezegd, ik wil graag een uitdraai hebben van week 12 en week 15. Week 12 was de week voor de rantsoensverandering en week 15 2,5 weken erna. En dan kun je dus zien dat de koe minder vaak in de box, of vaker in de box is gaan liggen, vaker aan het voerhek staat, iets vaker loopt, maar vooral ook dat hij gemiddeld meer melk is gaan geven. Op groepsniveau. Dit is ook op groepsniveau. Dit zijn 2 bedrijven naast elkaar. Dit zijn wij. En dit is een bedrijf in Zweden, die ook in de proef zit. Wij werken dus met een voeraanschuifrobot. En dit bedrijf werkt met een automatisch voersysteem. Dat houdt in dat hij ook, dat het systeem ook automatisch het voer aan de koeien geeft. Hier werden 12 keer per dag een nieuw vers portie voer aan de koeien gegeven. En hier zie je bij ons, hier worden de koeien 1 keer gevoerd. En vervolgens gedurende de dag
een aantal keren het voer voorgeschoven. Je ziet dat hier veel meer individueel gedrag is bij de koeien dan bij ons. Dit schijnt, is mij verteld, het natuurlijke gedrag te zijn van de koe. En dit is te onrustig. Dus dit schijnt, gelukkig voor ons, goed te zijn. 'S Nachts liggen ze op bed. De blauwe lijn is het percentage van de koeien wat in de boksen ligt. De rode lijn is het percentage van de koeien wat aan het voerhek staat. En de groene lijn is wat omlummelt of wat bij de robot is. En dan zie je dat het veel meer in balans is. Dit is eenzelfde soort plaatje. Ook weer het bedrijf, het bovenste grafiekje, dat is ons bedrijf. En het onderste... Oh nee, dit zijn twee... Wacht even. Even kijken. Bovenste lijn is ons bedrijf. Het onderste lijn is het bedrijf in Zweden. En hier zo net zo. Hier zie je op dag 0, voor ziektedetectie is dit, zie je de behandeldag. Dan moet ik even kijken. Dit is hoe lang ze in de box liggen. En dit is hoe lang ze aan het voerhek staan. En dit gaat om een klauwaandoening. Dus op dag 0 is de koe behandeld aan haar klauwen. Deze koe liep kreupel. Nou zie je bij ons, de bovenste lijn, dat 14 dagen voordat de koe behandeld is, zie je al dat de activiteit afneemt. Op dag 0 is die behandeld en je ziet de activiteit weer toenemen. Hier zie je, naar de behandeldag toe, dat ze langer in de box zijn gaan liggen. Nou, hier even niet, want hier stond in de separatieruimte. En hier zo zie je weer dat de koe het normale gedrag weer aanneemt. Op het andere bedrijf zie je eigenlijk nagenoeg geen verandering. Dat is een probleem. Want we weten dus niet, het algoritme weet dus niet, dat deze koe van die blauwe lijn ook kreupel is geweest. En bij ons weet hij dat wel. Dat heeft te maken met management, dat heeft te maken met soort koe, dat heeft te maken met fokkerij. Dat heeft ook te maken met een stukje administratie, dat heeft overal mee te maken. Maar de ellende is, wij willen een systeem hebben dat ons vertelt, hey, verrek, ik zie hier al een verandering in gedrag. Hier gaat hij echt duidelijk minder vaak naar het voerhek. Hier gaat hij duidelijk langer liggen. Zeg mij, die koe is kreupel. En nou is kreupel nog niet het belangrijkste, maar bijvoorbeeld slepende melkziekte, energietekort bij koeien is wel belangrijk. Mastitisdetectie, uierontstekingen, is wel belangrijk. Kreupelheid is ook belangrijk, maar dat zie je met je ogen nog wel. Dus de ontwikkeling van het systeem zit erin om algoritmes te ontwikkelen die mij kunnen adviseren wat ik op een bepaald moment met welke koe moet doen. En zover is het dus nog niet. Dan komen we gelijk bij de nadelen. Om de data en met name de informatie die de data ons geeft goed te kunnen interpreteren, heb je echt die specifieke kennis nodig van die gedragsverandering van die koe. Want het systeem zegt wel, hey, die koe die loopt minder, maar die zegt niet wat er mee aan de hand is. Het is het hele robotverhaal is echt een 24-uurs economie. Ik heb mijn telefoon niet alleen om mijn management bij te houden en om een koe op te zoeken, maar het is ook gelijk een alarm. Als er iets mis is met de melkrobot, dan stuurt hij mij wel een alarm en dan moet ik er wel heen. Want dat ding dan moet 24 uur per dag doordraaien. Als hij niet doordraait, dan loopt hij achter en dat kost melk en dat kost mij dus geld. En je moet het altijd, alles moet, 100% dat lukt nooit, maar alles moet wel goed smoothy blijven lopen. Dus je moet altijd alles in de gaten houden. En dan komen we gelijk bij het vierde bulletpuntje, waar Detmar en Dirk ook mee zitten. Er zijn veel verschillende systemen. En die zijn ook bij ons in de melkveehouderij moeilijk of niet te koppelen. Het managementsysteem waar wij je een ziekte geven, die koppelt wel weer met het melksysteem van de robot. Die hoort dan weer te koppelen met de cowview. Maar als ik ingeef in mijn app dat ik koe nummer 1 heb geïnsemineerd met stier X, dan komt er uiteindelijk wel in mijn cowview te staan dat de koe geïnsemineerd is, maar niet met welke stier. En dat vind ik lastig, want ik wil het liefst alles gewoon in één overzicht hebben. Dus dat is moeilijk. En het is ook moeilijk om het werk uit de handen te geven aan iemand anders. Want het is, we scannen de koeien met de telefoon. Dus ik weet, oké, die koe wel, die koe niet. De individuele koe, we weten veel meer van de koeien. Dus de kennis van je koeien wordt steeds meer. Dus het wordt ook steeds moeilijker om tegen jouw buurman te zeggen van, ik ga het weekend weg, neem jij de boel even over. Dat kan wel, maar dan wordt er geen koe bekapt en dan wordt er ook geen koe drachtig. Want zo'n man, en dat is hem niet kwalijk te nemen, of vrouw, die halen niet uit het systeem wat je eruit kunt halen. En dan tot slot, dat is ook een algemeen punt. We hebben niet meer data nodig, maar met name meer nuttige informatie. Zal ik een klein voorbeeldje bij geven? Ik refereerde net al even naar uierontsteking. Dat is een
probleem in de melkveehouderij. Op het moment meten wij de cognitiviteit, de glijdbaarheid van de melk per kwartier. Dat doet een melkrobot en die geeft een alarm wanneer die oploopt. Pardon? Per kwartier, ja. Ook kwartier, ja, een uier heeft 4 kwartieren, 4 spenen. Dat noemen we een kwartier. Sorry. Per speen meet hij de glijdbaarheid van de melk. Maar dat is lang niet betrouwbaar genoeg. Ik heb soms op een dag heb ik wel 50 attenties. En dat is niet te doen om al die koeien bij langs te gaan. Dus ik zeg tegen mijn Duitse vrienden. Ik zie een significante correlatie. Want zo spreken die mensen allemaal. Tussen de cognitiviteit van de melk. Het aantal melkbeurten van de koe per dag. De melkhoeveelheid. En het gedrag in cowview. Waarom koppen jullie dat niet met elkaar? Zodat ik een 90% betrouwbaarheid krijg wanneer het gaat om uierontsteking. Ja, dat willen we wel, maar zover is het nog niet. Ik zeg, ja, maar het idee is er. Ik zeg, alle data is er. Jullie hoeven alleen maar een programma te schrijven die alle data met elkaar koppelt en vervolgens daar één nuttig iets uitbrengt. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. En ik ben niet pessimistisch, gelukkig niet, maar dat duurt voorlopig nog wel even. Zolang het ook al 40 jaar duurt voordat de melkrobot is waar die nu is, zou dit hopelijk geen 40 jaar duren, maar we zijn er voorlopig nog niet. En daar wou ik het bij laten.